Iemand in Ex on the Beach seizoen 5 waar ik seks mee heb gehad. Die heeft dus in bed gescheten. Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Next Level. Het programma waar we toffe gasten te gast krijgen en we ze meesleuren door 3 levels. Leg het me nog even uit anders. In Next Level moeten gasten zoveel mogelijk pixels zien te verzamelen. In level 1 expose de gast zichzelf en legen ze letterlijk hun zakken. De gast laat alles achter en stapt in level 2. Maar tijdens een pittig vragenvuur hun eerlijkheid wordt beloond. En in level 3 moeten de gasten hun eigen uitspraken erkennen. Maar bij een fout antwoord... Het doel is zo hoog mogelijk op de Next Level rankinglijst te komen. Maar of hem dat lukt... Dan gaan we snel naar onze volgende gast. Ik hou van hem. Harry van het Kamp. Har, wat gezellig. Gezellig. Kom erin. Je bent aangekomen bij level 1. Je moet hier alles achter gaan laten. Zou je je tasje af willen doen? En ook even de inhoud voor ons op tafel leggen. Moet ik het er zelf uithalen of wil jij het eruit halen? Ik kan het ook wel doen. Een portemonnee. Een frisse adem. Altijd online. Net douanecontrole, jongens, dit. Horloge. Sleutels. Van je achterhuis. Kelder binnen. Jij denkt dat ik achter... Zo, hallo. En heel veel geld. Wat is ook leuk. Als je nog een huis nodig hebt in Amsterdam voor de feest, moet je hier naartoe. Nee. Ja, is dit wat ik denk dat het is? Ja, dat is het feesthuis, maat. Wij hebben het hier later over. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ik heb alleen sleutels van mijn eigen huis. Ik ga hier niets meer, geen woord meer aan vuil maken. Oké. Okay. Wat was je eerste nickname? 3 apenstaartjes, hoofdletter T-H-E, hoofdletter K-I-N-G, 3 apenstaartjes. De King, was ik denk 11 of zo. En had jij veel dames op MSN? Was je veel aan het chatten? Of? Nou, dames, dat waren toen nog meisjes. Oh, ja, dat waren webcamtijden. Ik deed wel mijn webcam wel eens aan. Maar deed je ook met je flamoespeet? Weet je hoe oud ik toen was? Ja, nou ja, sorry. Nou, nee. Ik denk dat hij echt wel, dat er meisjes vies dingen hebben gedaan. We waren allemaal nog jong die tijd, hè? We waren allemaal nog jong. Dus je hebt wel eens je piemel laten zien op de webcam? Nee, nog van mijn leven. Jij krijgt van ons een pixel. Jouw naam was The King. Je doet het nu ook al goed in het spel. We willen alleen nog één ding van jou weten voor die tweede pixel. En dat is... Jouw laatste Instagram-foto, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, was Curaçao, was familievakantie. Net voor mijn verjaardag gegaan. En toen ben ik vanuit Curaçao doorgevlogen naar Dubai. Oh. Voor werk of gewoon voor vakantie? Allebei. Ik hou niet van Nederland zitten. Ik denk dat wij het daar wel mee eens zijn. Hmm. Was dit antwoord een pixel waardig? Zeker. Je hebt 2 pixels verdiend. Kijk, ze doen we nou gewoon. We gaan door naar de volgende ronde. Harry, je hebt het waanzinnig gedaan. We zijn nu bij level 2. Yes, wat er nu gaat gebeuren is, we gaan jou vragen stellen. En jij mag kiezen welk nummertje je wil hebben. Het kan van 1 tot 30. Soms worden we tussendoor eventjes gestoord. Dat houdt in dat jij een vraag krijgt die je misschien liever niet wil beantwoorden. Maar er staat natuurlijk wel wat tegenover. Als je hem eerlijk beantwoordt, kan je een pixel verdienen. En je hebt er nu 2. Dus bring it on. Noem maar een nummertje. Van 1 tot 30. Noem maar nummertje 13. Harry, hoe zit het op dit moment met jouw liefdesleven? Je moet er wel lang over nadenken. Het zit... liefde zit er niet echt in. Word je niet zo snel verliefd? Nee, ik ben heel moeilijk verliefd te krijgen. Oké. Maar je lustleven dan? Ja, kijk, weet je wat het is? Ik zeg gewoon van als je in deze tijd... En dan zeg ik echt waar, dan zeg ik bijna elke dag tegen mijn vrienden, als ik in deze tijd de vrouw van je leven tegenkomt, dan ben je rijker dan een miljonair. En daarom zeg ik, het is gewoon heel moeilijk om nu een persoon te vinden die echt voor jou gaat. Hoe ik het begrijp is dat het nu best wel lastig is om iemand te ontmoeten, maar als je gewoon even je stoutste dromen waar mag maken, wie is jouw celebrity crush? Kim Kardashian. Kim Kardashian en mijn zus? Ja. Oh, nou ze is weer vrijgezelschap, ze is van de man af, van Kanye. Oké, Harry, je mag een nummer uitkiezen van tussen 1 en 30. Doe maar 3. Wat is je grootste angst? Eigenlijk ben ik voor niks bang. Alleen, er zijn wel iets wat ik gewoon echt heel vies vind, weet je wel. Daar heb ik gewoon liefst gewoon helemaal niet bij mij in de buurt. En dat zijn toch wel spinnen, man.
Spinnen. Beetje dus je hebt echt een angst voor spinnen. Ja, kijk, weet je, ik maak ze wel gewoon dood of zo met een halve rol wc-papier, maar... Je vindt het wel eng. De rest moest gewoon echt bij mij te buur blijven. Vind ik niks. Maar hoe is dat gekomen, de spinnenfobie? Nee, ik denk 4-5 jaar geleden, dat was in die tijd ook, toen droeg ik ook nog onderbroeken. Sick. En toen had ik een onderbroek langs bed liggen, gewoon een vies die had ik net uitgedaan, het ging douchen. En ik zie iets zo in mijn onderbroek schieten. En dat heb ik niet goed gezien. En oh ze schreeuwt in één keer en dat was echt... Ik denk dat die, zonder overdrijf, ik denk dat het zo groot was. Oh my god, we weten nu ook gewoon gelijk waarom jij geen onderbroeken meer draagt. Ja. We zijn eruit. We hebben zoveel antwoorden vandaag. We gaan door met de volgende vraag, Harry. Jij mag er eentje uitzoeken. 11. Buiten 11. Ik zweer het, ik had ook 11 in mijn hoofd. Wat was vroeger jouw bijnaam? Afrika. Ja? Altijd Harry van het Kamp. En werd je ook wel eens geplaagd? Had je ook niet een vervelende bijnaam? Nee man, ik was echt nooit gepest geweest ofzo of iets. Ik was meer iemand als bijvoorbeeld kinderen op school gepest worden of zo, vond ik het een beetje zielig en ik kwam meestal voor hen op. Oh. Ik heb daar echt hekel aan. Nee. Hou jezelf vast, want je krijgt nu een pikante vraag. Je kan bij deze vraag een pixel winnen. Het is nu een dilemma. Opnieuw de ring in met Danicio Kotfried of voor altijd alleen seks met je slechtste bedpartner? Opnieuw de ring en 100%. Wie is eigenlijk jouw slechtste bedpartner? Ja, dat weet ik nog wel. Ze heet Priscilla, man. Priscilla. Ken je SpongeBob? Ja. Ken je Patrick de Zister? Ja. Precies dat. Er zat geen leven meer in. Ik moest gewoon echt twee vingers in de nek leggen, kijken of ze nog ademde, weet je. Ben je verslaafd aan seks? Dat kan ik wel eerlijk antwoord geven, ja. Dat ben ik wel, ja. Oké, nou, ik vind dat jij hier helemaal een pixel voor hebt gewonnen. Nummertje 1. Wat is er zo bijzonder aan het kampleven? Bij onze cultuur is het zo dat wij één grote familie zijn, snap je? Bij ons bestaat er eigenlijk ook niet iets van, kom straks terug, we zijn aan het eten of is nee, schuif aan, doe mee. En we staan altijd voor elkaar klaar, we gaan door elkaar door het vuur heen. We zouden onze ouders nooit in een verzorgingshuis stoppen, we zouden altijd voor hem blijven zorgen. Dus jij zou niet van het kamp af kunnen ooit? Nee, ik wil sowieso het liefste niet weg. Ik krijg het behandeld die vraag van je. Door voor de pixel. Wie heeft jou het meest gekwetst en waarom? Wie heeft mij het meest gekwetst en waarom? Ik beroep mij eigenlijk mijn zwijgrecht. Dat is iets van heel lang geleden. Ik denk dat we die oude koeien gewoon lekker in de sloot moeten laten liggen. Op school krijg je eerst de les en dan de toets. En in het echte leven krijg je eerst de toets. En dan de les. Dat vind ik wel diepzinnig. Maar geen pixel dus, helaas. Nee. Je mag nog een nummer noemen. Het is moeilijk, geen hè? Hogere wiskunde, dus je mag gewoon wat zeggen. Doe maar nummer 30. Dit is een quizvraag. Wat is goed om te doen als je een te hoge bloeddruk hebt? A. Veel vis eten. B. Wierook in huis aandoen. Of C. Een scheet laten. Ik ga voor A. Het antwoord is C. Een scheet laten. Echt waar? Dat en jij, dat en jij gewoon, hoe doe jij dat dan precies? Hoe ik? Hoe? Heel veel glijmiddel. Ja. Oh, nee, ja, ja. Tegenwoordig een beetje spuug. Har, je mag weer een nummer uitzoeken. Gaan we weer. Wat is een skill die je graag zou willen leren? Het kan alles zijn, hè? Skateboarden. Ik zou echt willen vliegen, man. Vliegen? Ja. Echt in een... Nee, gewoon zo. Ja. Maar dat kan niet. Het is, ik zeg niet, als je een toverkracht mag uitzoeken, welke zou het dan zijn? Door een vogel kan toch ook vliegen? Ja, maar schat. Je bent geen vogel. We zitten niet in een science fiction game. Weet je wat ik zou willen? Dat je dan zo... Dat is Avatar. Dat lijkt ja, mij zo en zo. Oh ja. En ik zou ook wel onzichtbaar willen zijn. Dat je ruzie krijgt in de supermarkt. als Harry een skill zou willen hebben, dan wilt hij vliegen. En daar zijn wij het unaniem over eens. Absoluut. Wij ook. We gaan door met de allerlaatste vraag. Dan ben je er vanaf. Noem maar een nummertje. Doe maar de jouwe. 06. Of wil jij ophouden? Lieve schat. Dit is weer voor een pixel. Are you ready? Ik voel deze vraag al aankomen, echt waar. Wat is het raarste, smerigste, wat je ooit hebt meegemaakt in bed? Ja, man. Die ga ik je echt vertellen nu. Ik zal je naam niet noemen. Ja, zeg het, zeg het. Ik zal je naam niet noemen. Jawel, doe. Maar bij de laatste keer Ex on the Beach heb ik echt iemand gesaved, man. Maar iemand uit Ex on the Beach seizoen 5? Iemand in Ex on the Beach seizoen 5 waar ik seks mee heb gehad. Die heeft dus in bed gescheten. Wie? Ja. Ik ga niet voor je liegen, maar ik zweer het. Ik heb die echt buiten de camera kunnen houden vragen. Om haar gewoon te saven.
we hadden net seks gehad en op een gegeven moment is het bed level liggen. Zo'n beetje niet helemaal, je weet toch? En op een gegeven moment wil ik die bed opengooien. En ik gooi die open en ik gooi die meteen weer terug naar beneden die deken. En ik kijk zo naar die camera, van heeft hij dit gezien? Dus ik trek zo al die lakens eraf en ik gooi die in die hoek. En ja, ik dacht van laat maar gewoon, weet je wel. Wat erg. Wat erg. Nou, vind ik een heel mooi einde. Absoluut. Hoeveel pixels heeft Harry verdiend? Nou Har, dat kan ik jou vertellen. 4 pixels, jongen. Laten we doorgaan naar de laatste ronde. De volgende ronde. Harry, we zijn bij het meest pittige level aangekomen. De Pixel Gun. De afgelopen levels heb jij pixels gespaard. Die kan jij nu weer gaan verliezen. Of er kunnen er pixels bij komen. Ik ga jou quotes voorleggen en jij moet beantwoorden of jij die quotes gezegd hebt of niet. En als je het goed hebt, dan is er niks aan de hand. Dan krijg je er een pixel bij. Maar als je het fout hebt, dus pak de pixels maar vast. Met één hand. Laat ze niet los. Nee, ja dan. Ai, kom, mag ik een beetje vals spelen? Ik zeg nog wel best veel, dus dat wordt best moeilijk. Are you ready? Ja. Oké, de allereerste quote is fuck the system. That's me. Daar ben ik. Ja. Dat is goed. De volgende. I like my teeth as white as the snow. Ah, stel nou bijvoorbeeld, het lijkt erop. Nee. Oké, ja. Maat, er komt een druk af. Deze quote was duidelijk niet van jou. Ik heb dit echt gezegd, maat. Milana Snijders. Kijk alsjeblieft op Jobs, maat. Milana Snijders heeft dit gezegd. Ze leeg voor mij. Het is nog niet afgelopen. Het is mijn zusje. Je had er nog één in je hand. Kom terug. Dit is nu. Echt. Zo. Aha. Ik ben van mezelf al een hitsige boy. Nee, nooit zeg. Dat is goed. Dat was namelijk een quote van Elias. De vierde quote. Tijd is geld. Oh. Ik heb dat gezegd! Oh. Maat! Nee. Ik zeg dat altijd. Tijd is geld en het geld is op. We hebben geen tijd. Lil Kleine heeft het ook gezegd. Dus... Ja, dat heeft hij van mij. Harry, het spijt me. Ik heb een fout gemaakt. Je had net natuurlijk een goed antwoord gegeven, dus je mag een extra pixel van me pakken. Dan gaan we door met de volgende quote. Namelijk, jij moet niet zo tegen mij praten. Dat is me. Ja, pak nog maar een pixel. Ik hoor het ook weer zeggen. Je moet niet zo tegen mij praten, maat. De allerlaatste. One day I will have my own plane. Nee, dat heeft Mo gezegd. Scherpe maatje! Hey maat, dat heb ik toch niet gezegd? Maar je mag er wel nog eentje pakken. Ja. Mag er wel nog eentje pakken. Wat slaat dit op? Dat is gewoon voor ons. Wij vinden dit leuk. Kijk uit, hè. Ik sta achter die bult. Dit! Oh. Oh. Dit is sterk. Harry, ik wist gewoon dat je voor me ging vallen vandaag. Ja, of misschien was het wel van mij. Ja, we zullen het nooit weten. We zullen het nooit weten. Jullie wisten dat ik een gladde jongen was, maar zo glad. Ja, hij overtreft hem weer. Hoe voel je je? Heb je pijn? Nee. Ook niet pijn dat je zo toch wel redelijk niet zo'n goede score hebt gehaald? Nee, we hebben, we hebben het gewoon goed gedaan. Maar kijk, met vals spelen kom je er ook niet altijd. Dus ik dacht, laten we gewoon eerlijk blijven. Maar voor volgende keer... Ja. Gaan we het gewoon weer vals spelen. Maar ik wil het wel even anders afronden, jongens. Want ik heb natuurlijk ook nog een raampje voor jullie. En ik zie daar nog een paar tomaatjes liggen. Dus als jullie even achter de raampje plaats willen nemen, dan ga ik even kijken hoe dat ding daar werkt. Harry, ga jij maar even dat ding installeren. Gaan wij even kijken hoe jij bent geëindigd in de score. Ja, ik ga alvast hier staan. Harry, je bent als laatste geëindigd. Je was, Het slechtst. Het slechtst. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Duimpjes omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Ja? Toch allemaal. Doei!